Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze aflevering de evenwichtsreactie, een onderdeel van het chemisch evenwicht. We zijn allemaal vertrouwd met de aflopende reactie. De aflopende reactie hier mooi voorgesteld waarbij we de verbranding van methaan hebben die reageert met zuurstof. En zoals alle organische moleculen gaan die bij een volledige verbranding reageren tot koolstofdioxide en water. We gaan die nog stoichiometrisch in orde moeten brengen en dan gaat die reactie er als volgt uitzien. En wat zien we? We zien hier een exotherme kant natuurlijk, want als we methaan gaan verbranden, dan komt daar warmte bij vrij. We hebben de endotherme kant en we hebben een exotherme kant. En bij de verbranding gaat hier energie vrijkomen. Mogen we ook noteren als min delta U, dus een daling van de inwendige energie langs deze kant. Maar ga daarvoor eventjes naar reactiesnelheid kijken. Als we het energiediagram daarbij pakken, dan zien we hier heel mooi dat de energieinhoud van mijn reagentie hoger is dan de energieinhoud van mijn producten. En dat maakt dus dat ik hier te maken heb met mijn exotherme reactie. daarom dat die reactie ook spontaan gaat verlopen. Die reactie die gaat maar één richting op. Het is niet omdat er hier CO2 en H2O gevormd is, dat er opeens terug methaan-gas gevormd gaat worden, want de omstandigheden zijn daar niet goed voor. Daar gaat energie ingestoken moeten worden, en die energie die is er vaak niet, waardoor die reactie dus aflopend is. En als al CH4 hier, alle methaan hier verbrand is, dan gaat deze reactie stoppen en gaat er CO2 en H2O overblijven. Dat is net iets anders in de evenwichtsreactie. Een voorbeeldje hier van een evenwichtsreactie: de reactie tussen die waterstof en die oot, waarbij we waterstofjodide gaan vormen. Bij waterstofjodide gaan we hier eventjes een tweetje voor moeten zetten om alles stoichiometrisch in orde te brengen. Maar we zien dus dat waterstof kan reageren met die jood en dat we daarbij dus waterstofiodide gaan krijgen. Als we de omstandigheden gaan veranderen, we gaan de temperatuur en de concentratie en de druk aanpassen, dan kan het zijn dat deze reactie die initieel de vorming van waterstofiodide was, kan zijn dat die gaat omkeren en dat we opeens de vorming krijgen van die waterstof en die jood. We gaan bij deze type reacties dus een dubbele reactiepeil moeten zetten omdat het niet altijd duidelijk is in welke richting die reactie verloopt, of soms dat die reactie halverwege blijft stilstaan en dat we een soort van evenwichtstoestand krijgen. Vandaar natuurlijk ook die naam evenwichtsreactie en we gaan dat dus standaard voorstellen met een dubbele pijl. De ligging van dit chemisch evenwicht dat is natuurlijk afhankelijk van een hoop factoren die in een aparte les aan bod komen, maar heel kort gezegd het heeft te maken met concentratie, volume, druk, temperatuur en de aanwezigheid van een katalysator. We gaan de concentraties van onze betrokken stoffen van de evenwichtsreactie eens uitzetten in functie van de tijd. We kunnen dit abstract gaan benaderen. We kunnen het ook gaan concretiseren door onze reactie van daarnet net te gaan gebruiken en dan kunnen we onmiddellijk het een klein beetje correcter doen. Initieel gaan we zien dat stof A en stof B die gaan wegreageren als we starten natuurlijk met alleen A en B. En naarmate dat er steeds meer A en B wegreageert, hebben we gezien dat die reactiesnelheid gaat afnemen omdat de concentratie van mijn betrokken stoffen gaat dalen. Naarmate dat er C gevormd gaat worden, gaat C ook terug kunnen gaan reageren richting A en B. Dus hoewel dat er initieel veel C gevormd gaat worden, zien we dat dit gaat afnemen want hoe meer C er gevormd gaat worden, hoe meer C dat er ook gaat kunnen wegreageren en A en B gaat kunnen vormen, tot op een bepaald punt dat al onze concentraties constant zijn. Dit wil zeggen dat het chemisch evenwicht bereikt is en op het punt van het chemisch evenwicht zijn al mijn concentraties constant, maar heel belangrijk is om hier te zeggen dat er nog wel stofomzettingen gebeuren. Op dit punt hier, op mijn evenwicht, gaat er exact evenveel A en B reageren en C vormen, dan dat er C gaat reageren en uiteen gaat vallen in A en B. Heel belangrijk, dus dat we spreken van een dynamisch evenwicht, een evenwicht waarbij er nog wel stofomzettingen gebeuren, maar alle omzettingen elkaar opheffen. Net hebben we het met concentraties benaderd, nu gaan we het eens echt met reactiesnelheid benaderen. Ik zit hier met mijn reactie op nu waarbij ik mijn waterstof en mijn jood ga laten reageren. En ik heb initieel een V1, een hele grote reactiesnelheid, want ik heb hele grote concentraties aan reagentia en die willen gaan wegreageren. En wat ga ik zien? Mijn reactiesnelheid van mijn heengaande reactie, mijn reactie naar rechts, die gaat initieel redelijk snel gaan, maar naarmate dat er hier langzaam meer en meer reagentia gaat wegreageren en dat er product gaat gevormd worden, gaat die reactiesnelheid afnemen. Initieel gaat de reactiesnelheid in de teruggaande richting naar links heel klein zijn. In het begin heb ik bijna geen reactieproducten, maar naarmate dat er meer en meer reactieproduct gaat gevormd worden, gaat er dus ook steeds meer reactie naar de linkerkant gebeuren. We gaan eens verder kijken, en dus op tijdstip 1 is die reactiesnelheid nog niet gelijk. En we gaan eens kijken hoe dat het nu verder gaat. We gaan eens verder in de tijd kijken en we zien opnieuw dat er wat stoffen gaan verdwijnen dat er wat reagentia gaan verdwijnen en dat er wat reactieproduct bijgevormd gaat worden. En we gaan nog eens verder in de tijd kunnen gaan kijken en we gaan zien, als we dan nog een klein beetje verder gaan kijken, dan zien we dat op een bepaald moment die twee reactiesnelheden gelijk zijn aan elkaar. Op dit moment wordt er evenveel waterstof en jodide omgezet in waterstofjodide, als dat er waterstofjodide uiteenvalt in mijn waterstof en mijn jod. En wat zien we dan gebeuren? Dan zien we dat die twee reactiesnelheden gelijk zijn aan elkaar en dat we het punt van chemisch evenwicht bereikt hebben. Dat punt dat wordt vaak TE genoemd, chemisch evenwicht. En dus samenvattend hier die evenwichtsreactie. Op chemisch evenwicht is de heengaande reactiesnelheid even groot als de teruggaande reactiesnelheid. We kunnen dan zeggen V1 is gelijk aan V2. En op dat punt wordt er dus evenveel reagentie omgezet in producten als dat de producten terugreageren na reagentie. Belangrijk om te weten dat we dus spreken van een dynamisch evenwicht en dat die snelheid dus een constante gaat zijn, maar dat die snelheid daarom niet gelijk moet zijn aan nul. Was het voor de evenwichtsreactie? Ik zie je graag voor de rest van de reeks. Daag.